gaan wij openen met een woord van onze verse rector. Dank u wel, meneer Bent-Lagen. Ja, ik neem even een slokje, want ik weet niet hoe het u vergaat wanneer die muziek klinkt. En daar de geslaagde naar voren komen. Ik sta hier niet alleen als rector, maar ook als ouder van een van de geslaagde leerlingen. En ja, dan springen toch de tranen in je ogen wanneer je kind zo naar voren ziet komen. Welkom, beste geslaagden, beste ouders, familie, vrienden en beste collega's. Alle hartelijk welkom op deze feestelijke middag waarop de geslaagden een handtekening gaan zetten onder een diploma. Vanmiddag is een bijzondere middag. Een middag van felicitaties, bedankjes, afronding, afscheid en weer een nieuw begin. Laten we deze middag dan ook in deze volgorde doen. Hier ziet u een groep fantastische scholieren die door hun talenten te gebruiken en door hun inzet met succes hun middelbare schooltijd hier op het Hoeks Lyceum afrondt. Mijn hartelijke felicitaties en graag ja nogmaals een overweldigend applaus van de beste leerlingen, en ik ben eens even bij mezelf nagegaan, wanneer heb ik ze nou het eerst ontmoet? En dat is al een hele tijd geleden, niet toen ik teamleider werd van de tweede klas, maar toen ze als brugsmurfjes hier binnenkwamen. En in mijn archief heb ik gevonden een voorstelling die ik met een aantal van deze leerlingen heb gemaakt. Hij staat op dvd. We gaan een heel klein stukje kijken naar hoe ze eruit zagen. Je moet het er wel een beetje bij denken. Ik heb er al een paar tussenuit kunnen halen. Hoe ze er in de brugklas uitzagen en wat ze... Ja, daar gaan we, daar gaan we. Twee mentoren, mevrouw Strijbels en mevrouw Beverwijk, aan jullie de diploma's overhandigen. Dames, de vloer is voor jullie. Het is onze tijd om iets tegen jullie te zeggen. Alles wat we nog even kwijt willen. Alles wat jullie ons hebben aangedaan en zo. En hoe moeilijk jullie ons het leven hebben gemaakt. En eindigt het positief met heel succes en gefeliciteerd. Nee, want het is een hele leuke klas. We hebben over deze keer alleen maar hele leuke dingen te vertellen. Over de meester. Het is ook een hele bijzondere klas met heel veel creatieve geesten erin. We hebben dit jaar zijn gestart met Hoeks Lyceum TV-journaal. En ja, we gaan een heel groepje missen die daar de drijvende kracht achter waren. En er waren een paar jongens, met name Jesse, die als ze een uitje hadden, bijvoorbeeld naar Rome, dan zorgde hij voor een prachtige film. En het komt te missen dat we deze middag beginnen met een prachtige film met deze mensen in de hoofdrol, gemaakt door Jesse. Alleen Jesse. Of ik hulp had? Met de productie en alle hulp van de mensen die het bedacht hebben. Start er maar en dan ziet u hoe ze er nu uitzien. Ja.
luisteren leggen bij een paar collega's die jou beter kennen. Dat geldt overigens ook voor een aantal andere leerlingen, een beetje een moeilijke situatie, maar zo is dat dit jaar gelopen. Jij staat hier nu één keer in de schijnwerpers, iets waar je eigenlijk niet zo dol op bent. Je hebt het echt al wel een keertje meegemaakt, dat zagen we zojuist op het filmpje wat meneer Bentlaak liet zien van 6 jaar geleden, toen jij als brugpieper met dans en drama ook moest optreden. Jouw bescheidenheid mag je voor deze ene keer wel opzij zetten. Er ligt een prachtige lijst op je te wachten met een 8 als gemiddelde. Gemma, je vindt het soms lastig om keuzes te maken. Op de vraag, wat wil je laten worden, had je vorig jaar nog geen antwoord. Wat wil je dan doen voor je deze school gaat verlaten? Slagen. Nou, dat laatste is gelukt en je keuze heb je inmiddels ook gemaakt. De basis voor je belangstelling voor de klassieke oudheid is hier gelegd. De Rome-reis heeft je ongetwijfeld een duwtje in de goede richting gegeven. Je gaat je verdiepen in de taal en de cultuur van de Grieken en de Romeinen aan de Universiteit van Amsterdam. Ik wens je enorm veel succes. Toen ik jouw mentor was, maar ook daarvoor had ik je al een keertje meegemaakt. Toen je broer Joris aan het einde van het brugjaar voorstelde om een barbecue te organiseren, dat mag vast wel bij ons, hebben we kennis mogen maken met de hele familie. Ik herinner me nog de quad, de kano, de hamburgers, de patat. En je vader en moeder, inclusief oma, die alles in goede banen leiden. Jij bent nu vandaag het feest maken. Een zeer zelfstandig meisje die in een gestaag tempo haar werk doet en mooie resultaten behaalt. De gemiddelde boven de 8. Daar mag wel een applausje. Het lijkt allemaal vanzelf te gaan, maar je hebt toch echt hard gewerkt. Niemand krijgt het cadeau, je moet er wat voor doen. Ook jouw humor mag niet onvermeld blijven. Je hebt menig docent aan het grinniken gebracht met een droge opmerking. Voor jou loopt de TU Twente in het oosten des lands. Die gaan technische wiskunde doen. Je kent de spreuk. De wijzen komen uit het oosten. Maar ik voeg eraan toe, de beste komen uit het westen. Heel hartelijk gefeliciteerd. Waarin je steunend met het hoofd in de handen iemand als jij de mensen bekijkt om je heen en je doorziet hun drijfveren en de situaties waarin zij zich bevinden. Je hebt een groot invloedend vermogen wat je goed van pas komt bij je studie psychologie waarvoor je hebt gekozen. We wensen jou heel veel succes. Het gaat goed. Als je handtekening hebt gezet. En ook dit is een heel mooi fotomoment. U mag gewoon naar voren komen. Maar jullie zijn er vanaf. Ja.
leerlingen van de basisschool. Overdag, wij noemen dat een warme overdag. Dan vertellen ze ook over die leerling die wij hier op school gaan verwelkomen. Wat voor leerling kunnen wij verwachten? En weet je wat er bij jou stond? Heel sociaal, kan met iedereen goed overweg en werk altijd prima worden. Goede huiswerk moet het weer doen. Nou Piet, je begrijpt dat we met het eerste deel helemaal eens zijn. Je bent met een mooie lijst geslaagd. En dat heb je op geheel eigen wijze voor elkaar gekregen. Want soms snapten de docenten je aanpak niet helemaal. Bijvoorbeeld jouw idee over het belang van de juiste kleur van de schrift bij natuur. Dit zal wat te maken hebben met je creatieve kant, want voor jullie profielwerkstuk over street art heb je samen met Dylan bij tekenen een 8 gehaald. Zelf zeg je het in het fotojaarboek als volgt. Mijn oprechte verontschuldigingen en dank aan alle leraren die me door de afgelopen 6 jaar heen mij achter mijn net iets te laag broek hebben gezeten. Vervolgens noem je meneer Tilburg jouw persoonlijke beschermheilige. Die je, als je op kamers woont, levend op magnetronvoedsel, misschien nog eens zal aanroepen. Jouw levensmotto komt uit Pokémon, de movie. Ik heb het eventjes vertaald. Mijn Engels is niet zo geweldig, dus ik heb het even vertaald in het Nederlands. Ik weet nu dat waar je geboren bent irrelevant is. Wat je doet met het leven dat je gegeven is, bepaalt wie je bent. Ja, je kan erom lachen, maar ik vind het een hele wijze spreuk Pokémon. En Piet, je begrijpt dat je ons zeer benieuwd hebt gemaakt wat voor industriële ontwerpen uit jouw originele geest zullen komen. Heel veel succes in Eindhoven. Dat zou een beetje het voor de hand liggend zijn.
Jij herkent jezelf meer in een ui. Want zo zei je, ze doen niet veel, naast een beetje rondvliegen, en geïnteresseerd kijken. Maar ze gaan wel door voor het symbool van de wijsheid. Tja, ik moet bekennen dat ik niet alleen hierdoor halverwege het jaar toch wel heel erg druk over je heb gemaakt. Je was druk met allerlei zaken, behalve school. Op één vlak was je wel druk met school, heel namelijk met het opzetten en presenteren van het Boekslyceum Journaal. Maar je cijfers waren niet best. Zou je nog in staat zijn om je eindspunt te maken? Ik maakte me druk. Je moeder maakte zich ook niet druk. Die had ook alle vertrouwen in jou. Maar goed, je bent mentor of je bent er niet. Ik had me niet druk hoeven te maken. Het werd geen sprint, maar een soort vlucht met een F-16. Ja, ik had er een voetballer bij willen zetten, maar volgens mij ben je ook niet zo heel erg van voetbal. Oké. Heette die niet die zo'n prachtige sprong maakte? Weet ik. Nee, natuurlijk niet. En F6. De 6,0 voor het schoolexamen Nederlands weer verbeterd naar de 8,1. Engels ging van de 5,8 naar de 8,1. Grieks, waar zelfs meneer van Tilburg toch dacht van, nou dit wordt weer heel moeizaam, 6,6. Je bent nu zelfs zonder één onvoldoende geslaagd. Nadat de uitslag bekend was gemaakt, legde jij me uit hoe dat kwam. Nou, dames en heren, het is heel makkelijk. Hij is gaan leren. Alleen voor zijn gastrechten. Oh, als je dat nou het hele jaar had gedaan, dan had ik hier iemand met summa cum laude gehad. Lombard, dat had ik toch heel erg prettig gevonden. Dat je naast een slimme jongen ook heel erg beleefd bent, zag ik aan het excuus op het blaadje van het Centraal Schriftelijk. Waarin je je verontschuldigde voor de theevlek die je had gemaakt. Hij was inmiddels opgedroogd, dus ik dacht, wat staat hij nou? Sorry voor de theevlek. Maar goed, komend jaar ga je in Delft civiele techniek studeren. Klopt dat nog? Heel veel succes te krijgen. Dwars van gekkigheid, zeer zelfbewust en zelfvoorzienend.
Ik moest me niet druk maken. Niet te veel aan je kop zeuren, mevrouw, het komt goed. Maar soms zag je door de bomen in het bos niet meer en dreigde je te belanden in het struikgewas. Met de hoofdweg ben je niet uit het oog verloren. De uitgang heb je gevonden en je bent klaar om de volgende stap te zetten. Techniek is je grote passie. Je hebt meegedaan aan de Nationale Biologie Olympiade en aangezien je tot de beste 10% van de deelnemende leerlingen behoorde, landelijk gezien, heb je een certificaat gekregen. Je krijgt het zometeen. Jij gaat naar de TU Delft, lucht- en ruimtevaarttechniek, als je door de loting komt. Weet je? Nee, nog geen idee. En zo niet, dan wordt het technische natuurkunde. Sam, heel veel succes. Je was een fijne leerling. Ervaren dat je met doorzettingsvermogen een heelheid komt.
Dat dat gelukt is en meer dan dat, is wel duidelijk. Je bent er zonder kleerscheuren doorheen gekomen en je bent goed voorbereid op je volgende stap. Met jouw brede maatschappelijke interesse en je vaardigheid met taal, de poëzieprijs gewonnen bij het Bram Rosa Festival, een applausje waard. Met die capaciteiten heb je de juiste bagage voor de studie die je gaat doen, rechten. Pardon, het is veranderd. Pedagogische wetenschappen, dat wist ik nog niet. En waar? Gelukkig wel in Leiden. Ik wens jou heel veel succes en een enorm fijne studietijd. Naast al jouw sportieve activiteiten heb je ook nog de tijd gevonden om je gymnasiumdiploma te halen. Elke dag trainen, schaatsen, skileren, studeren, ook nog een baantje. Het is heel veel tegelijk. Maar het voordeel bij sporters is dat hun conditie zo goed is dat ze lang kunnen doorgaan. Hoe staat dat ook alweer met die reclame? Alles houdt ermee op, maar behalve die konijntjes met de juiste batterij erin. En volgens mij heb jij ook zo'n lange adem. Nu lijkt het alsof je interesses alleen maar op het gebied van sport liggen, maar dat is zeker niet zo. Je schreef een PBS over Willem Frederik Hermans of een van zijn romans, Geen lichte kost. En wij zeggen wel eens, die jeugd van tegenwoordig die leest niet meer, maar in jouw geval klopt dat dus niet. Je deed dit jaar ook nog mee aan de Latijn-Olympiade, dus met al die drukke bezigheden kon je dat nog opbrengen. Samen met Fleur vond je het leuk om te assisteren bij de open avond om de vragen van de ouders en de nieuwe brugklassers te beantwoorden over de vakken Grieks en Latijn. Je kiest, ik hoop dat dat nu wel klopt, voor een studie aan de Universiteit van Amsterdam, namelijk communicatiewetenschap. Oh, wat? Wat gaat het worden? Media en cultuur. Ik wens je daarbij heel veel succes. Ik heb daar dit jaar nog eens aan moeten denken.
Nee, niet aan het gevaarlijke, maar aan het nijlpaard. Je bent prachtig, origineel en zeker geen nijlpaard. Maar oh, wat is het moeilijk om jou een richting op te krijgen waarvan wij, de docenten en je ouders, denken dat het voor jou de goede weg is. Nou, dat bepaal je maar zelf. Je kijkt eens op je gemakje rond, of het nodig is om van je plaats af te komen. Daarna of er nog andere wegen zijn. En dan heel langzaam, wij hielden allemaal onze adem in. Dan neem je een besluit en dan ga je op weg. En dan gaat het goed. Zo ging het bijvoorbeeld met je profielwerkstuk. We konden roepen, duwen, trekken, blokroosters geven, extra opdrachten geven. Je was nog niet uitgedacht, dus je bleef staan. Maar dan, als je eenmaal in beweging bent, dan ga je ook goed op weg. Meneer Schoen kon niet anders dan je een goed cijfer geven voor je profielwerkstuk over waterschaarste in Mozambique. Het was echt geweldig. Jouw levensmotto is natuurlijk don't worry, be happy. En dat blijkt wel ook uit je stukje in het fotojaarboek waarin je vertelt dat je zo'n leuke tijd in de school hebt gehad. Niet door de school zelf, maar door de mensen die er rondlopen. En daarbij horen ook heel wat docenten waar je warme herinneringen aan hebt. Je hebt het zelfs al over een reunie aan. Komt het je bekend voor? Bijvoorbeeld zo reageerde je moeder dus pas voor haar eigen middelbare schooltijd, waaronder ik ook hoorde, georganiseerd heb en waar we nog steeds bijeenkomsten van hebben, want het viel heel erg goed. Ik wens je heel veel succes in Amsterdam met studie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Gefeliciteerd. Jouw levensmotto is dan ook, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. De docenten vinden jou een fijne leerling met een uitstekende werkhouding. Zo haalde je voor je profielwerkstuk economie een 8. Maar het ging dan ook over een onderwerp dat dichtbij je staat, namelijk de toetreding van Kroatië tot de Europese gemeenschap. En je stelde je de vraag of dit verstandig was of niet. En? Het is zeker verstandig. Zeker verstandig. Ondanks alle positieve berichten van de docenten over jou, vond ik toch in je dossier een verwijderingsbriefje. Jouw verklaring was dat de docent boos op je was geworden. Het commentaar van de docent was, misschien opeens weg. En gek genoeg zie ik je dat ook gewoon doen. Onze conciërge, we leggen onze oor echt bij iedereen te luisteren. Onze conciërge hier van de Bie vertelde bijvoorbeeld dat je, toen je een keer een café had, en hij zei, nou, ik heb eigenlijk niet veel werk, en toen zei hij, je was samen met wie was je toen? Met Marta. Weet je wat jullie doen, meiden? Jullie gaan naar de open waard, daar is vast wat te doen voor jullie. Oh. En die meiden gingen. We komen een uur later terug, net iets te laat voor de les, dat wel. Maar ze hadden geholpen met de bingo. Ja. Niemand wist dat ze zouden komen. Je vond geen één vak echt moeilijk of vervelend. Wij hadden er dan ook alle vertrouwen in dat je zou slagen. Jouw doel was er dit jaar een onvergetelijk jaar van te maken. Ik hoop dat dit ook gelukt is, zodat je met een tas vol goede herinneringen naar Leiden kwam om naar rechten en economie te gaan studeren. Alleen recht in Rotterdam. Heel veel succes. Summertime.
Boy waren dat. En dan... Als mentor heb je al de eer om alle geslaagden toe te spreken. Maar soms krijg je een verzoeknummertje van een collega en die zegt... Deze leerling wil ik graag zelf toespreken. En dat zit gewoon erg goed in mijn woorden. Mooi. Nou, nou, ik ben blij dat ik mag wat zeggen, wat mag zeggen. En hoe zou het komen dat ik jullie hier naar voren wil brengen? ICT en Atlanten. Precies. Ik moest kiezen, ik mocht niet te veel. Ik had er eigenlijk 5 willen kiezen. Paul en Leon ook. En Maarten, sorry. Ik heb Leon net gezien, dan ga ik Leon zeggen tegen Maarten. Paul en Maarten, die had ik eigenlijk ook bij willen. Maar ja, we hebben erom gestreden. Ik mocht er maar 3. Dus, nou, de Atlantengangers, we zijn in Atlanta geweest en Mauwing is mee geweest. Nou, Mauwing, je bent het, voor mijn gevoel ben je een hele rustige jongen, maar niet een stille jongen. Want je kan goed denken en ook goed kletsen en heel goed discussiëren. Hè? Discussiëren is volgens mij echt een hobby van jou. En dat begon eigenlijk al in de eerste klas. Hij zat bij mij bij ICT Extra. En dan gingen de leerlingen een computergame maken. En, ja, iedereen hard bezig en Mauwing ook, maar Mauwing was eigenlijk altijd bij anderen bezig. Dan ging hij bij Jesse kijken of bij Sean kijken. En dan ging hij meedenken over hun spel, over hun problemen. Maar altijd wel serieus. Maar zijn eigen spel, zegt, in je eigen spel, hè, moet je ook aan de slag. Nee, hij was altijd het liefst aan het discussiëren over anderen en ook het helpen bij anderen. Dus dat was altijd nou, heel leuk. Maar wat Mauwing wel over Mauwing moet zeggen is dat hij ontzettend veel over computers weet. He, er zijn er eigenlijk 2 die er heel veel van weten. De andere is Jeroen Meijer. En jij wist ook echt alles van de ins en outs van de computer. En hoe snel alles is en hoe duur. Hij is ook de leerling met de duurste en grootste laptop. Nou, je kwam ermee aan en ik dacht van zo, nou, dat zou ik ook willen. Dus, en helemaal samengesteld, over nagedacht, dik in orde. Nou ja, je maakte deel uit het leventeam. En we waren nog niet aangekomen of er was een vulkaan uitgebarst in IJsland. Waardoor we niet meer terug konden vliegen. Dat wisten we eigenlijk vrij snel. En we wisten ook god niet wanneer we terug zouden gaan vliegen. Dus het was echt best wel een beetje spannend. En Mauwing was een van de 2 die daar toch wel in aanvankelijk een beetje moeite mee had. Een beetje last van heimwee. Maar de groep was zo leuk en de groep was zo gezellig en we gingen zoveel leuke dingen doen. Want we zijn eigenlijk alleen maar, we hebben hele leuke dingen gedaan in de tijd dat we langer moesten blijven. Dat volgens mij dat heel kort geduurd heeft, dat gevoel. Ja. Oké, nou, op school ging het verder allemaal een leien dakje volgens mij. Allemaal goed. Profiel werkstuk over windenergie, een 7. En voor biologie heb je zelfs een 8,5 gehad. Dus een applaus waard. Ik weet niet of het duidelijk komt, maar je krijgt in ieder geval een certificaat voor biologie. Voor de Olympiade. Voor de Olympiade, oké. Okay. Maar we krijgen daar een certificaat voor. Oké, okay, nou je gaat werktuigbouw kunnen studeren in Delft. Hartstikke goed. En als je de begroting kijkt, oké. Okay. Mauwing heeft eigenlijk alles in zich om een echte genie te worden. Nou, misschien weet je het zelf nog niet, maar... En, of dat weet je zelf wel. Hoe komt het? Hoe komt het dat jij een genie kan worden? Weet jij het? Knettergek ben, nee. Nee, dat komt omdat Einstein heeft het ooit gezegd. Ik moet even voorlezen. Geniale mensen zijn zelden ordelijk. En ordelijke mensen zijn zelden geniaal. Kortom, volgens mij moet jij wel geniaal worden. Ik betwijfel of je moeder er zo over denkt. Dat weet ik niet. Oké, okay, nou, heel veel succes bij je studie. En, nou ja, ik hoop, volgens mij moet het gaan. Ja? Je mag gaan zitten, maar op het eind krijgen jullie alle 3 van mij nog een klein quizje. Dus dan moet je weer even staan. Ga nu maar vast even zitten. Okay,
mijn zoon in het zoontje in het voetbalelftal. Dus Jan ken ik al voordat hij hier kwam. En later ben je gaan volleyballen, niet meer voetballen. Sjan is ook mee geweest naar de wereldfinale. Absoluut geen last van hem mee. Sjan die vond het eigenlijk alleen maar geweldig. Hè? Dat we die terug konden. Heerlijk. Maar Sjan was wel een van de harde kernen van het Lego-team. Want Sjan is een echte robotbouwer. En Sjan die heeft echt ongelooflijk veel uren extra hier op school gemaakt. S'avonds, in het weekend. En nou, applaus waard. Maar naast dat hij technisch goed is, is hij ook wel eens goed in talen. Zelf vindt hij daar niet zoveel aan. Vaak denkt hij, nou, in Nederlands, wat moet ik daar nou mee? Toch? Heb je gezegd. Maar uiteindelijk heeft hij daarvoor een 8,6 gehaald voor je examen. Ja, supergoed. En je hebt Grieks voor je leukste vak. Dus nou, dat is ook alweer een taal. En je hebt ook nog eens een cursus Spaans gevolgd, begreep ik. Dus talen, dat ligt je naast het technische ook. Nou, programmeren, daar was je al heel goed in. Hij heeft in de eerste of de tweede, ik weet het niet meer, meegedaan met een wedstrijd voor websites. Ja, ik denk in de eerste, maar dat ging over rollercoasters, je grote hobby toen. In ieder geval, ik weet niet of het nog steeds zo is. En hij kwam niet mee in de landelijke finale, dus ze zijn toen helaas geen prijs gewonnen, maar wel hartstikke goed, en zeker op die leeftijd. Want het waren wedstrijden, dan moesten ze gewoon opboksen tegen 6 VWO'ers ook. Dus dat was hartstikke goed. Wat ik zelf het leukste vond eigenlijk is, je hebt een keer meegedaan aan een game te maken in het ziekenhuis. En dat hebben we samen gedaan met Jesse en met Maarten, als ik het goed zeg. En er zijn we meerdere keren zijn we naar het Erasmus MC geweest. En dat was erg leuk om te zien. Want toen zaten we bijvoorbeeld bij de derde of zo. Tweede, derde. Derde. En we gingen dus, we zijn een paar keer naar het Erasmus MC gegaan en dan zaten ze in de conferentie. Op een conferentietafel met de artsen te overleggen hoe de game die ze gingen maken voor de kinderen die bestraald moesten worden, hoe die eruit moesten zien. Dus ze zaten aan de ene kant artsen, aan de andere kant de jonge gasten. En dan gingen ze weer terug naar school en hadden ze weer opdrachten van, nou dat moeten we doen, dat moeten we doen. Ik vond het echt geweldig en wij waren niet de enige, want ook het judge nou vond het geweldig. Er zijn jullie erop geweest. En ik vond het echt wel een hoogtepunt voor mij in ieder geval. Ik denk voor jullie ook wel. Even kijken, nou, op school heb ik prima gedaan. Al had je ouders al daar op een gegeven moment wel je twijfels over toch? De tweede, derde klas. Ging het ietsjes minder, maar vervolgens ben je volgens mij keihard doorgegaan. En hoe? Profiel werd op een 8. En dat ging over de spreiding van diamanten. Ik heb het hele verhaal gehoord. Ik begreep er niet veel van. Maar daar ligt wel je interesse. En je gaat technische aardwetenschap studeren, toch? In Delft. Nou, hartstikke gaaf. Nou, Jesse. Ja, dat weet iedereen denk ik wel. Jesse was mijn grote trots. Je bent echt een ontzettend groot talent. En ik heb hier een briefje. Ik zou heel goed moeten kijken. En dan nog weet ik niet of ik alles kan noemen wat die jongen gedaan heeft hier op school. Al in de eerste klas kon je geweldig programmeren. En je liet ook meteen al zien hoe je, als je ging programmeren, het heel systematisch moet aanpakken. Anderen beginnen gewoon. Maar jij had echt altijd een doordacht plan hoe je er moest komen. Vond ik echt geweldig. Voor mijn gevoel was je toen al wetenschappelijk bezig. Ik heb het ook vaak tegen anderen gezegd. Ik zeg, Jesse, die is voor mij kan hij nu al naar de universiteit. Nee. En wat dat gaat is het jammer dat je niet nu pas bij ons op school komt. Want nu laten die kinderen ook op de universiteit al modules doen en tegenwoordig. Dat heb jij zeker ook al gedaan als je nu hier op school zou werken. Oké, nou voor de rest heeft hij aan heel veel wedstrijden meegedaan. Ik ga proberen een aantal te noemen. Een aantal wedstrijden van Kennisnet, en dan ging het om games te maken, en ook van de Universiteit Utrecht. Daar heeft hij bakken met geld gewonnen. Een keertje 1000 euro, een keertje 600, 650, 850. Oh, gedeeld wel, hè. Dat is dan jammer. En hij heeft een keer een mini-laptop gewonnen. En ook nog die game, of was dat een andere? Dat is een hele hoop gewonnen. En het leukste is, ik was zijn coach, ik was daar heel hard moest ik daarvoor werken. En
En als coach kreeg ik dan ook die prijs. Dus ik heb ook een mini-laptop gewonnen. En het was heel zwaar om te coachen. Niet dus, want eigenlijk deed ik het gewoon allemaal zelf. En ik stak af en toe wat van hem op. En dat was heel fijn. Het enige wat ik heb kunnen doen bij jou is je probeert te stimuleren en dingen aan te dragen. En de rest doe je gewoon zelf. Nou, grafisch is die ook ontzettend goed. Dat weten wij, want we hebben al een film gezien vandaag. Maar het is niet de enige film. Je hebt een film gemaakt voor de CKV, je hebt een film gemaakt voor de Roomreis en nu de examenfilm. Je hebt bij het journaal, doe je altijd met oud mee. Dus het is echt supergoed. Nou, ik heb mogen begeleiden, ook weer heel druk gehad voor het profielhekstuk over privacy en op internet. Heeft hij de eerste prijs gewonnen, de JSKS-prijs. Weer een paar honderd euro. Dus ik weet niet of er mij in de zaal zitten die een rijke vent willen. Hier staat hij. Eigenlijk alles wat jij doet, doe je erg goed. En je bent ook een soort zondagskind, je wint het altijd maar. En dat is niet zomaar, want het is gewoon heel goed. En daar zit gelijk de valkuil. Ik wou toch een serieus dingetje in de toespraak. Je bent zo perfectionistisch, dat heb ik al vaker gezegd. Het kost je gewoon ontzettend veel tijd en dat is niet altijd te doen. En ja, dan kom je soms jezelf tegen. Dus af en toe moet je ook kunnen repetiteren. Ik heb nou helemaal niet meer tijd, dus zo is het mooi. En ook al zou je het nog perfecter willen, dat moet je dan maar, dat kan hier niet tijd. Ja, dus ik hoop dat je dat ook met je studie, want anders dan ga je te ver door. Ik hoop dat je een beetje in kan houden. Hij heeft al enige tijd een webdesignbedrijf. Dus dat ook al. En deze zomer is hij door een ander webbedrijf, Ivaldi, ingehuurd. En daar heb ik gewoon voorwaardig gewerkt, toch? Nou ja, je hebt je al die jaren voor van alles ingezet. En ik zou het missen. En ik heb hier iets gekocht. Dat is het probleem op het eind van het jaar, dan word je ook moe. En dat gaat er bij mij wel eens mis. Nou, om het wat op te vrolijken, moeten jullie mij helpen. Gaat dat? Ja. Ze moeten namelijk voor mij dadelijk een quiz doen. Ze zijn naar Atlanta geweest, maar zijn het echte Atlanta-kennis? En eigenlijk, Melanie komt erbij zitten. En Marieke komt erbij zitten. Wil je alsjeblieft komen? Of staan? Ik wil staan. Ik wilde eigenlijk ook de zaal eerst laten proefdraaien, zodat zij weten hoe het gaat. Moet ik dat doen? Of zeggen van ja? Ja? Het is namelijk zo. Bij sommige muziekjes hoort een beweging. En misschien nog even oefenen met de zaal en daarna komt het Atlanta beweging bij jullie. Moet ik even aan de zaal zien hoe het gaat. Even kijken, met goede opstarten. Laat op deze, ik heb een aantal, maar deze moet iedereen hebben. Moet jullie een bewegingje maken, hè? Je hoeft niet heel, uitbundig hoor. Maar ik hoop dat je het doet. Teken gauw je diploma. Dankjewel.
En zometeen neem je je diploma in ontvangst. Dat moet een geweldig gevoel zijn. De vreugde die de anderen al hadden na de eerste termijn, daar heb jij nog even op moeten wachten. Eén hechtexamen was je ervan verwijderd, maar nu is het dan zover. Geweldig. Jij zult met gemengde gevoelens, denk ik, afscheid nemen van deze school. Dingen vielen je licht of zwaar. Iets ertussenin, dat was er eigenlijk niet. 6 jaar RSG en Hoes Lyceum, ze zijn overvlogen als je daar nu op terugkijkt. De ups en downs wisselden elkaar af. Soms had je een duwtje nodig van een teamleider of de mentor. Met name, en dan weet je waarschijnlijk al wat ik ga zeggen, je PWS natuurkunde. Het heeft meneer Schok en meneer Bentlager de nodige grijze haren gekost. Nou ja, meneer Bentlager, helaas, maar meneer Schok kan wel. Jouw levensmotto, wat je destijds hebt opgeschreven, is: life is simple, it's just not easy. Ik zou zeggen, make it yourself a bit easier. Tout est bien qui finit bien. Ofwel, alles zal recht komen. Jij kunt nu de studie gaan doen waar je je zinnen op hebt gezet. Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Heel erg gefeliciteerd, André. Het gaat je goed. Heel goed. Van de basisschool en vol verwachting wat de RSG jou zou gaan brengen. In die tijd tussen 1G en 6V ben ik jou een beetje uit het oog verloren. Maar aan het begin van dit schooljaar hebben we de draad weer opgepakt. Jij bleek een zelfbewust persoon te zijn geworden. Ik hoefde me over jou beslist geen zorgen te maken. Ook niet over jouw prestaties. Je kwam er zelf wel uit, het is gebleken. Regelmatig spraken we elkaar in ruimte 200, waar je met je vrienden en vriendinnen aan het werk was. Altijd gezellig. Misschien soms ietsje te. Jouw profiel Economie en Maatschappij heeft je denk ik goed voorbereid op de studie die je gaat volgen, rechten. Ik ben benieuwd welke kant je straks gaat kiezen. Ga je als handhaver van de wet de opleiding officier van justitie of rechten doen? Of kies je voor de advocatuur of het bedrijfsleven? Je komt er later achter. Jouw levensmotto is je niet te druk maken. Althans, dat schreef je vorig jaar op. Misschien is het inmiddels anders geworden. Hoe dan ook, ik wens jou heel veel succes en een hele fijne studietijd. Ontzettend blij dat het zover is. In het stukje dat je in het jaarboek hebt geschreven, vat je het leven op school samen. Je vond het geen onverdeeld genoegen. Een aaneenschakeling van stressfactoren zoals absente briefjes, toetsweken, onvoldoendes, nare roosters. Maar gelukkig zijn er dan de weekenden en de vakanties om je er doorheen te slepen. En dit jaar was er voor jou een heel bijzondere vakantie. In de vorm van een reis naar Zuid-Afrika. Dat had je ook even nodig. Wij waren blij dat dat zo geregeld kon worden. Je hebt een cijferlijst waar niets op aan te merken valt. Alleen die 10 voor een Franse toets die jij ooit hebt gewenst, die is er niet gekomen. Maar zonder dat kun je ook gelukkig worden. Bij het kiezen van de studie heeft je naam, Merel, je geholpen. Jouw gevoelige en zorgzame natuur zal een goede dierenarts van je maken. Ik wens je een hele goede toekomst en veel succes met je studie.
sterkte. Een beetje surrogaat mentor gaat jou toespreken. Want meneer Engel mocht het niet doen en ik wel. Maarten, wat bij me opkomt als ik jou bezig zie op school, dat is still going strong. Maar ook toujours de bonne humeur. Ja? Je bent een leerling die altijd vriendelijk is, beleefd, huiswerk in orde, je hebt goed verstand. Je vindt het leuk om anderen te helpen. Dat doe je onder andere door jongere leerlingen bijles te geven. Alle vakken vind je leuk. Latijn vooral, maar ook de exacte vakken. Voor scheikunde heb je een certificaat behaald, dat krijg je zo mee. Meneer Van Zel heeft voor jou een mooie aanbevelingsbrief geschreven met de bedoeling een chemiebeurs te verkrijgen. Een zinsnede uit die brief, ik lees hem hiervoor. Ik zou Maarten graag willen aanbevelen als gegadigde voor de toe te kennen chemiebeurs. Ik ken op dit moment niemand anders die er meer voor in aanmerking zou kunnen komen. Nou, dat lijkt me een applaus waard. Wij gaan jou missen. Blijf jezelf. Je bent een mooi mens. Gefeliciteerd. Op mijn uitwerkingenblad,
was er altijd commentaar. En iedere keer werd het beter en beter. Ik vond het goed. Er waren een aantal mensen die heel graag een stropdasbeeld gingen. Als je een 8 of meer had voor natuurkunde, kreeg je van mij een stropdas. Dit keer was het niemand gelukt bij de eerste keer. Nu ik hoor dat Tosca veel van jou geleerd heeft, Maarten, begrijp ik ook waarom jij een herexamen hebt gedaan. En een 8,4 hebt gehad. Proficiat. Je krijgt het. Daarnaast ben je ook een prettige leerling. Naast
8 geleden ben je ook een trouw redactielid van onze schoolkrant. Samen met je zus Laura, die in de laatste jaren hoofdredacteur is geweest, waren jullie echt mijn rots in de branding als we in de schoolkrant moesten verschijnen. Jullie stukjes waren altijd in orde, jullie zaten iedereen achter de broek aan om het maar ingeleverd te krijgen. Je ontvangt hiervoor een oorkonde, jij natuurlijk ook, bij onze jaarlijkse HiTeam. Want we zijn erg blij met leerlingen die mee willen helpen om de school ook leuker te maken. Jouw levensmotto is carpe diem, pluk de dag. Daar hoort eigenlijk een beetje ontspannen levenshouding bij. Probeer vertrouwen te hebben in jezelf, dan komt het helemaal goed. Komend jaar start je met economie en bedrijfseconomie in Rotterdam. En daarna, ach, carpe diem, heel veel succes. Thank you.
Je bent... Hallo? Je bent een leerling met karakter. Je trekt je eigen plan. En pas echt heel duidelijk is dat het niet het beste plan is, ben je bereid om het plan op bij te stellen. Aan de ene kant is het een goede eigenschap, maar je bent niet zo snel beïnvloedbaar. Aan de andere kant zou het soms wat gemakkelijker voor je omgeving zijn, als je wat meer open zou stellen. Maar het maakt ook dat het nooit saai is waar jij bent. Je weet kleuren om de omgeving te geven. Zo voelde je bij de vraag wat de mentor zeker van je moest weten in, dat je heel vervelend kan zijn. Hoewel je niet overtuigd van jezelf bent, klonk je tot mijn verbazing toch een beetje onzeker toen ik je mocht bellen om te vertellen dat je geslaagd was. En daar heb ik je de afgelopen jaren niet op weten te betrappen op de onzekerheid. Soms leek het wel of je tot het management van de school hoorde als je met je auto aan kan rijden en stoort het afgelopen jaar. Toch vond je het erg moeilijk om een opleiding uit te kiezen. Er zijn de nodige opleidingen voorbij gekomen van luchtmacht, makelaardij, psychologie. En het gekke is, ik denk dat je de capaciteit voor al die opleidingen hebt. Maar het wordt nu fysiotherapie in Antwerpen. Heel veel succes. Met ieder zijn eigen verhaal en bijzonderheden. Jullie zijn stuk voor stuk mensen die het kunnen gaan maken in het leven. Wat het en ook voor jullie persoonlijk kan inhouden. Je hebt de capaciteiten en de persoonlijkheid om dat waar te maken. Wij hebben vooral genoten van de humor en de saamhorigheid in de klas. We vonden het een voorrecht om tijdens het laatste jaar jullie mentor te mogen zijn. We wensen jullie heel veel succes in alles wat jullie gaan doen. Maar ook heel veel plezier. Zoek je weg in het leven. Daar waar je je prettig voelt. En neem met minder absoluut geen genoegen. En wie weet, tot ziens, waar en wanneer dan ook, het gaat jullie verschrikkelijk goed. Als ik even bij me gekomen, het is echt een hele bijzondere groep, want er zijn twee leerlingen die graag doen. Laura, John. Ja, in september 2008 en voor sommigen 2007 kwamen wij toenmalig NSG binnengewandeld. Allemaal een beetje te grote mond. Vooral te druk. Nou, 6 of 7 jaar later verlaten wij nu als grote jongen of meid deze school. Wij hebben de transformatie van de RSG naar het Doekse CEO vanaf het begin af aan meegemaakt. Van directeur naar directrice, van steenhal bij kunst op de grond naar echte stenen in de hol. Van saaie gymzaal naar gymzaal met klimband. Van koffie brengen naar leraren naar geen koffie brengen meer naar leraren. Van kapstok in kleine kleusjes naar grote kleusjes zonder kapstok. Ja, en nog veel meer dingen om op te noemen. Wij waren de starters van dans en drama, wat met veel enthousiasme werd geleid door meneer Bertlagen. Sport extra en ICT. En de brugklassen kunnen nu nog uit veel meer dingen kiezen. Ook waren wij de lichting, een van de laatste die kan zeggen dat wij. Het uitgestorven vak verzorging hebben we gevolgd van meneer Blasé. Geschiedenis hebben gehad van meneer Paneel en meneer De Lieve als teamleider hebben gehad. De school heeft zich ontwikkeld, maar wij hebben ons net zo hard met de school mee ontwikkeld. Voor kleine schattige kinderen die we in het eerste jaar of meerdere jaren nog waren, is nu heel weinig meer over. Dat destijds heeft ook bij ons toegeslagen, maar ik denk dat het museum ons ook zeker van binnen heeft veranderd. Het nieuwe motto, we doen het samen niet alleen, dan moet nog steeds een beetje lachen. Maar op zich, hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ook echt oprecht denk dat er wel waarheid in zit. Want ik vind jullie allemaal hartstikke leuk, lieve dames. En ik kan ook echt oprecht zeggen dat ik met iedereen hele leuke herinneringen heb. Niemand heeft in een hoekje zitten verbloemen. En voor mij was de Rome-reis wel echt het toppunt dat we echt één grote familie waren met z'n allen. En
vakantie hebben, mis ik al de gezelligheid van 's ochtends in de klas zitten, je verhaal doen en met z'n allen gewoon lekker lullen. En gewoon, de sfeer was allemaal heel leuk en ik zal het echt niet gauw vergeten. Nou, deze. Deze sfeer maakte natuurlijk niet alleen. We hadden ook altijd de gezellige recherches voor je. De andere leerlingen, de leraren en niet te vergeten Jesse en Jan die het fenomeen Zetuur in goede banen hebben geleid. Toen Cicero heeft ook iets waar ze trots op kunnen zijn. Leraren met passie voor hun vak. Door deze passie werd de les natuurlijk veel leuker, want ze vertelden niet alleen maar de saaie informatie uit het boek, maar ook informatie die ze zelf opgedaan hadden of zelf beleefd hadden. En deze verhalen waren vele malen interessant in. En van deze verhalen zal je over 20 jaar er nog wel een paar weten. Maar ook stonden ze altijd klaar voor je als je problemen had en waren ze zeer geïnteresseerd in je. En ja, dat is toch iets waar de school blij mee kan zijn. Eén leraar krijgt het zelfs voor elkaar om een dodelijke combinatie vrijdag en afstandlatijn enigszins aantrekkelijk te maken. Door te zeggen dat ook gewoon Zuid van de hamburger met zijn iPhone naar zijn vrouw belt en te zeggen dat hij iets later is en dat soort dingen. De leraar vond het echt niet erg vonden dat ik op een gegeven moment 8 uur les in de week had, wat toch echt wel een kwart van de rooster was. En die nog met veel meer enthousiasme ons aanbood om Spaans te geven, wat ik echt waardeer. En ik zou meneer van Tilburg omschrijven als de pater familias, de leraar die al onze ontwikkelingen in Zeeland te voet heeft gevolgd. Waarvan 3 jaar als leraar en 3 jaar als mentor. En een extra huisje buiten school om, maar toch wel weer met school in de tuin van meneer Bendlage en de Trier. Werd gewoon enthousiast georganiseerd. Tapas eten of pizza eten of gewoon heel even simpel aankloppen en je verhaal kwijt doen. Het komt gewoon allemaal. Meneer was echt een topleraar. Zo zijn we met elkaar verbonden door te veranderen. En we hopen dat iedereen van ons doorgaat met het zichzelf ontwikkelen en het onderste uit de kan halen. Want dat zijn jullie allemaal stuk voor stuk waard. En ik wil ook dat het OXYCM niet stopt met zich ontwikkelen. Jullie veranderen nog steeds en jullie moeten echt daarmee doorgaan. Ook al missen jullie nu al deze geweldige leerlingen. En ik denk dat we echt het OXYCM niet zo gauw zullen vergeten. En beter vergeten jullie ons ook niet zo snel. Applaus voor jullie alle leraren. Heel erg bedankt, meneer Bendlaar. Aan u de eer om het laatste fotomoment in te leiden. Oké. Dames en heren, het laatste fotomoment. Iedereen klaar? Ik geloof het wel. Daar gaan we. 3, 2. Om af te sluiten met een drankje en nog even na te praten in de aula.